Beste mensen, jullie zien dat ik hier op een hele bijzondere plek zit. Dit is namelijk het leukste kamertje van Nederland, want hier zit altijd de baas van heel Nederland. Nou, die plek heb ik gekozen om jullie gedag te zeggen, want het is mijn afscheid. Binnenkort stop ik als decaan en toen dacht ik, laat ik maar eens even op een hele mooie plek jullie gaan toespreken. De belangrijkste gebeurtenis uit mijn regeerperiode is natuurlijk de brand van het gebouw van bouwkunde geweest. Heel dramatisch. Er waren allerlei geruchten hoe die ontstaan is. En ik kan jullie nu aan het einde van mijn werk hier wel iets verklappen. Ik heb daar echt zelf een behoorlijke hand in gehad. Ja, veel van de vernieuwingsagenda heb ik mogen realiseren. En natuurlijk het allerbelangrijkste is dit fantastische gebouw geworden. Een nieuw gebouw in een oud gebouw, bruisend en eigenlijk energiegevend aan iedereen die hier werkt. Ik ben daar bijzonder trots op. Vanaf 1 januari 2011 zal ik een nieuwe functie gaan vervullen, namelijk die van stadsbouwmeester Delft. Ik blijf dus in de buurt. Jullie zullen best nog wel wat van mij horen en denk niet dat jullie van mij af zijn. Te verbeteren. Maatregelen voor de jaren na 2011 zullen vanzelfsprekend door een nieuw kabinet voorbereid moeten worden. Even zachtjes, ik zit hier bij de koningin, maar ik heb hier iets veel belangrijkers te vertellen. Namelijk, ik word supervisor van de campus van de TU Delft. Doe weer even aandacht voor haar majesteit. In deze moeilijke tijden is het belangrijk houvast te bieden aan alle inwoners van ons land. Beste mensen, mijn echte afscheid zal ik op 27 januari gaan vieren met een symposium over de opleiding tot architect. Dat is onze belangrijkste functie hier op deze faculteit, architecten opleiden. En daar zou ik met iedereen weer eens over van gedachten willen wisselen. Jullie zijn allemaal heel erg welkom op deze dag en jullie zullen allemaal een uitnodiging krijgen. Komt allen. Nou, het allerleukste is natuurlijk deze dag, want vandaag hebben wij ons eindejaarsfeest. Dat begint om 4 uur in de Oosterserre. Wij zijn al in de stemming. En als jullie nu allemaal komen, dan gaat vanavond het dak eraf en dan maken we er een heel mooi feest van. Ik wens jullie allen, ook jullie geliefden, en jullie familie hele prettige feestdagen toe. En vooral een gelukkig nieuwjaar. En bedankt voor die bloemen.